Ik was 14 jaar dat ik op mijn eigen benen stond. Dat mijn moeder overleden was. Nou, met mijn vader liep niet zo lekker. Dus ik ben vrij vroeg de deur uit gegaan. En toen ben ik gaan varen. Nou, daar maak je ook van alles mee natuurlijk. Golven van 20 meter hoog en weet ik wel. Maar ik was nooit bang. Want ik geloofde in God. Daar geloofde ik wel in. Maar niet zo als ik dat nu doe. Ik zat op een avond voor de televisie. Daar was er een man voor en zei: ik heb 40.000 gulden schuld, maar ik heb de Heer in mijn hart. Ik denk, ik heb de Heer in mijn hart. Op dat moment heb ik de televisie uitgedaan. Ik ben naar mijn slaapkamer toegegaan. Ik ben op mijn knieën gegaan en zeg: Heer, wil u komen in mijn hart? Want ik wil een kind van u zijn. En toen overstroomde ik van blijdschap. Mijn hele slaapkamer was verlicht. Het was net of ik de Heer kon aanraken, zo. Ik heb die nacht heerlijk geslapen. En ik was gewoon een blij mens. En op dat moment had ik eigenlijk dagelijks een relatie met God. En ja, dat is geweldig. Zorgen kan je bij de Heer brengen. Blijdschap en vreugde, alles kwam op mijn pad. Nou, ja. Het ging alleen maar opwaarts. Ik bedoel, als je dan je vrouw en je kinderen ontmoet. Dat is toch geweldig? Allemaal verhoring op mijn gebed. Het is zo geweldig om hem als je vader te hebben. En dat merk ik ook als je ouder wordt natuurlijk. Heb je wel eens last van mijn been of zo. Ik leg altijd zelf mijn handen op. En de Heer geneest mij. Ja, het is misschien gemakkelijk. Een ander gaat naar de dokter met mijn pilletje en ik ga naar mijn vader toe. Heer, wil u mij genezen? De Heer helpt mij altijd. Hij helpt mij altijd. Ik kan soms hele gesprekken hebben met God en mijn vrouw s'nachts. Als je niet kan slapen, dan praat ik met mijn vader. En dan op een gegeven moment dan zeg ik, nou pa, ik ben nou moe, nou wil ik gaan slapen. En dan val ik als een roos in slaap.